online nieuws? Check de app of glowfm.nl. En dat GlowFM verkeer van de ANWB. Er staan geen files in Brabant, wel één flitser. De A59, Os 's-Hertogenbosch bij Kruisstraat. Staan ze bij 142,4. Hey, gewoon water. Sven Engelen. Met Koningsdag op GlowFM. En straks Sia, clap your hands. Na Oh, She's All I Wanna Be van Tate McRae. GlowFM. Celebrates the birthday of Willem Alexander. Ja, clap your hands op GlowFM. En we hebben ook nieuwe muziek op GlowFM. Ik word hier van mijn apropos afgehaald, jongens. Dylan Verstappen, jij bent echt een ontzettende rotzak. Valt mij, hoor. Vind je? Ja, ik vind hem meevallen. Je bent me echt van mijn apropos aan het halen. Hoezo? Nou, je zei al daarnet, als hij het begin van zijn show gaat doen, moeten we met z'n allen gaan klappen. Nou, ik was blij dat jij hebben we niet gedaan. Was. Nou, daar ben ik blij mee. Nou. Maar ja, nu doe je het toch. Jij zegt clap your hands, dus ik denk gewoon... Juist hem. Kan ik nou verder met mijn verhaaltje over nieuwe muziek op? Dat komt sowieso al. Veel plezier. Dankjewel. George Ezra heeft een nieuwe single uitgebracht. Dat op zijn album Gold Rush Kid uitkomt op 10 juni. Het is volgens hem een onweerstaanbaar leuk liedje. Dat over het beste van het leven. Jente, hou op. Ik word hier echt afgeleid. Het is niet leuk. Zelfs wanneer het ergste eraan zit te komen. Hij schreef een nummer op nadat hij op het tropische eiland Sint Lucia in een vrolijk straatfeest belandde, dat een begrafenisdienst van 3 mensen bleek te zijn. Ze vierden het leven van 3 mensen en hij dacht, waarom doen we dit niet thuis? Het is erg mooi. In het najaar gaat George een arena tour doen in het Verenigd Koninkrijk. In 2022 is hij bovendien sustainability partner voor YouTube Music. And she counts to 3. And she turns out all the lights and says, 5 Seconds of Summer and Complete Messed op GlowFM. GlowFM is king. En heel de dag zijn we bij je met Koningsdag. We zijn heel de dag voor je on the move, op straat en overal. We zijn vanmiddag bij het Stadhuisplein geweest. En zo ook Ken, onze collega van GlowFM. Die heeft een aantal mensen geïnterviewd op het Stadhuisplein. En dat klonk ongeveer zo. Zijn jullie een beetje Koningshuis gezind? Ja. Ja? Ik ken ze allemaal. Ja, noem ze eens op. Willem-Alexander, Ezra naar Willy. Amalia. Alexia. Alexia. Beatrix, Maxima, Beatrix heb je nog natuurlijk. Hè. Wie hebben we nog meer? Hebben die een hond? Ja, die Labrador's. 2. Dilano heet die. Jij weet er veel van. Ja, ik weet er heel veel van. Ben jij een beetje fan van het Koningshuis? Ik niet. Hij wel. Die hond? Ja? Nee, zeker niet. Waarom niet? Ja, je pakt alleen maar geld van ons af, hè. Ja, hoeveel geld heb je bij je? Niks. Door hun. Oh, hij wil ons rappen. Hij wil ons rappen. Hey, maar die hond, Dilano, hebben ze dat? Glow. Nou, kennelijk. FM. Straks meer Koningsdag in Eindhoven na The Vision and Sometimes op GlowFM. If I miss you sometimes. Dit is mijn statement. Die toeteren! GlowFM. Hits. Till it hurts. GlowFM. Never Leave You op GlowFM. Productie Rory. Ja. Verkeerde microfoon volgens mij. Die. Is het weer er al? Ja, dat is er zeker. Oh, oké. Okay. Ik zie hem. Andere scherm, ja. De zon schijnt flink vandaag, maar ook zijn de stapelwolken met maxima rond 17 graden. Ja, met een streepje erop, hè? Maxima. Oh, maxima, hè? Ik zie hem, nu past die is leuk. Toch, hè? Ja, die is stom bedacht. Morgen is de warmste dag van de week met ongeveer 19 graden. Glow FM, hits. Glow FM. Hits. Till it hurts. Your name, please. Sven Engelen. Oopsie. Glow. Sarah Law
Austin op Glow FM en Lush Life. Party all night. Glow FM is king. Ja, we zijn de hele dag zijn we bij je met Koningsdag 2022. Het is eindelijk weer een jaar dat weer van alles mag. En we zijn de hele dag op stap in Eindhoven. Dus zie iemand met een plopkap met Glow FM erop. Spreek diegene vooral even aan. Hè. Iedereen is onderweg voor je om het leukste van Koningsdag bij elkaar te zoeken. Zo is ook onze collega Ken onderweg geweest. Die heeft aan een aantal mensen gevraagd of dat ze koningshuisgezind zijn. Hi, zijn jullie een beetje koningshuisgezind? Nee. Nee? Nee. Wat dan? Nee. Maar wel op Koningsdag op pad? Ja, zeker waar. Ja? Ja, bier drinken. Bier drinken? Ja. Dus niet voor de koning? Nee. Waarom niet? Ik ken heel die vent niet. Weet je niet hoe die heet? Ja, jawel. Ja, Willem, Alexander. Weet je hoe oud hij is geworden? Geen idee. 55. Oh, nou, jij weet het wel. Ja. Ik heb toevallig net tv gekeken, dus... Waar heb je het ook vandaan? Wat gaan jullie zo meteen doen, behalve bier drinken? Suipen. Meer gaan we niet doen. Dus bier drinken en zuipen? Ja. Volgens mij is bier drinken en zuipen hetzelfde, mensen. Maar dat maakt niet uit. Charlie XCX en Back For You, Glow FM. You know I go insane. Martin Garrix en Quantum op Glow FM. Vandaag is het Koningsdag 2022. Heel de dag zijn we met Glow FM bij je. Met onder andere evenementen in de stad. Zoals bijvoorbeeld de Vrijmarkt waar we vanochtend zijn geweest. Maar ook op het Stadhuisplein is Royal Dutch op dit moment bezig. En mensen die onderweg naar Royal Dutch zijn, die hebben we geïnterviewd. Zoals deze. Hey! 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 Hallo, hoe is het? Ja, goed met jullie? Ja, ook goed. Wat gaan jullie vandaag doen? Wij lopen met een microfoon de hele dag rond, gaan mensen lastigvallen. Gezellig, gezellig. En jullie? Wij gaan lekker feesten. Mennen niet. Ja, zeker. Maar echt? Ja, dat is echt. En doe ik voorbereid, of wat? Ja, we hebben lekker goed ingedronken. Dus lang leven Willy. Ja, lang leven Willy. Dat zeggen we allemaal in Eindhoven. David Guetta, Remember of Glow FM. David Guetta en Remember op Glow FM. Inmiddels krijgen we de melding dat het Stadhuisplein in Eindhoven helemaal rammetje vol is. De gemeente Eindhoven roept dan ook op om daar niet meer naartoe te gaan. Je hebt genoeg andere plekken in Eindhoven waar je terechtkomt. Dit is de Purple Disco Machine op Glow FM. Het is toch rasp? Ja. Wat zei u dan? Dan zei ik toch rap. Glow FM. Glow FM. Camila Cabello en Don't Go Yet op Glow FM. We zijn heel de dag zijn we bij je met Koningsdag 2022. En zo houden we je vandaag ook bij over de gebeurtenissen in en om Eindhoven. Zo ook rond het Stadhuisplein, dat is op dit moment vol. Ga daar dus vandaag vooral niet meer heen. Genoeg andere plekken in Eindhoven waar je ook je Koningsdagfeest kan vieren. Wij zijn er straks weer na de reclame en het nieuws met onder andere een interview met La Fuente. 10 jaar Glow FM waren 10 jaar aan hoogtepunten. Echt, godverdomme. Op glowfm.nl. En het Glow FM verkeer van de ANWB. En er staat één file op dit moment. De A2 Maastricht-Eindhoven staat tussen Urmond en Roosteren. 7 kilometer vast. En daar doe je 47 minuten over. 2 rijstroken zijn dicht door een ongeluk. Verder staan ze nog te flitsen op de A16 Antwerpen-Breda. Bij 72,3. En de A59 Os-Sertogenbosch bij 142,4. Zeg, waar heb je die auto? Kom uit studio.nl. Sven Engelen. Met straks een interview met La Fuente na Sigala en Melody hier op Glow FM. Glow FM. Celebrates the birthday of Willem Ellington. Het klinkt een beetje als een soort van jungle schreeuw dit. Vind je niet? The Weeknd en Pray For Me hoorde je bij Glow FM. Glow FM is king. En op het Stadhuisplein in Eindhoven is op dit moment Royal Dutch bezig.
keigroot gratis festival waar je heen kan. Nou, op dit moment dan niet. Het is op dit moment afgesloten vanwege te grote drukte. Maar het gaat straks wellicht wel weer open als het iets minder druk is. We blijven af en aan gaan. Ook op het Stadhuisplein zijn collega's Colin Bijk en Marcel van der Steen. Die staan vandaag heel de dag backstage bij Royal Dutch om verschillende artiesten te interviewen. Zoals La Fuente. Te zien, insgelijk. Er is ook nog iemand jarig, maar daar sta ik eigenlijk niet meer stil. Enig idee hoe oud hij is geworden? Nee, geen idee. Dat was DJ La Fuente op het Stadhuisplein bij Royal Dutch te Eindhoven. Straks hoor je deel 2 van het interview, want het gaat nog een stukje verder door. Maar eerst Ed Sheeran en Overpass Gravity, die hoor je nu bij Glow FM. Farruko en Peppa's op Glow FM. Glow FM celebrates the birthday of Willem-Alexander. Glow FM is king. Met op dit moment Koningsdag in Eindhoven. De hele dag zijn we bij je. En al onze collega's staan met hun Glow FM plopkapjes in de stad. Zo wordt er ook wel eens voorbij gelopen door een aantal mensen. En ik vind het echt oprecht. Leuke pakjes heeft iedereen. Iedereen loopt een beetje rond in oranje kleding. En af en toe zie ik er ook eentje met een cape. Er staat ook een elektrische transformatorkast om de hoek van de studio. Daar wordt best wel vaak tegenaan geplast. Ik ben benieuwd of dat er een aantal schokken zijn gevallen. En als ze er niet zijn gevallen, dan zullen ze dadelijk wel vallen, denk ik. Want ik ben niet heel prettig om er tegenaan te pissen. Maar oké, weet je, whatever floats your boat, dude. Maar ook het Koningsdag-evenement op het Stadhuisplein Royal Dutch is aan de gang. Daarnet hebben we een stukje van het interview met La Fuente uitgezonden. Met op dit moment deel 2. Neem aan dat als jij dat publiek hier zo... De nieuwe Glow FM Spotlight van deze week, D-Wayne en Hate You. Vandaag... ik ga in één keer even wak. Rory! Ja, gaat die lekker? Het ging eventjes... ik kreeg even een soort van struikeling over mijn woorden. Je hebt de grote druk van de grote Glow of een middagshow natuurlijk nu. En de druk van de zenderbazen. Oh ja, die staan er allemaal, hè? Ze staan er allemaal, zeg maar. Dus, ja, precies. Liefst heb ik ze in mijn spaarboeken dicht. Horen ze toch niet, volgens mij. Dat hij de radio uitstaat. Oh, ik word aangekeken. Oh, nee. Jij hebt zaterdag geen show. Nee, dit gaat niet meer door. Dat klopt, ook nog. Maar dat is waar. Klopt. Zaterdag Glow FM 10 jaar. Leuk. Het Glow FM weer van nu. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken met koningin Maxima rond de 17 graden. Morgen de warmste dag van de week met ongeveer 19 graden. En dan het Glow FM verkeer. Zullen zien dat ik die ook weer niet open heb staan. Het is echt verkeer. Nou, het is sowieso druk overal in de stad. Ja. Stadhuisplein is volgens mij nog dicht. Op dit moment wel. Dus als je daar naartoe zou willen, dan is het even af te raden. Kun je bijvoorbeeld wel nog naar het Stratum Zijnt of naar de Markt. Dat zijn ook mooie plekken natuurlijk om een feestje te gaan vieren. Wil je trouwens over de weg, dan sta je in de file op de A2. Tussen Maastricht en Eindhoven, tussen Knoopend Kerensheide en Roosteren. Sta je 48 minuten in de file over 9 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht door bergingswerkzaamheden. Verder wordt er geflitst. A16 Antwerpen-Breda bij 72,3. En de A59 Rossertogenbos bij 142,4. Glow FM. Hit. Glow FM. Hit. Till it hurts. Your name, please. Sven Engelen. Oh, dit vind ik leuk. Dit is leuk voor mijn zoen. Taylor Swift en Shake It Off hier op Glow FM. Inmiddels op het eind van het Stratumse eind staan er volgens mij nog steeds mensen tegen die transformatorkast aan te pissen. Ik begrijp echt niet hoe dat het er niet van afvliegt. En dan weet je precies wat ik bedoel. Glow FM is king. Ja, en we zijn vandaag heel de dag aanwezig op Koningsdag 2022. Heel Eindhoven staat op zijn kop op dit moment. Na 2 jaar het niet gevierd te kunnen hebben, is het nu eindelijk weer zover. En wij zijn dan ook heel de dag in de stad. Collega's van ons die zijn dus ook met plopkappen van Glow FM onderweg. Als je ze ziet, spreek ze zeker aan. Want dan kan je misschien nog wel je verhaaltje daaraan kwijt. En dan, wie weet, komt het wel op de radio terecht. Zoals deze mensen, waarbij gevraagd werd of dat ze koningshuisgezind zijn. Heren, jullie zijn goed gekleed. Oh. Ja, zeker. Marshmallow. En de Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
Glow FM is king. En heel de dag zijn we vandaag in Eindhoven aanwezig bij elk Koningsdag evenement wat je maar kan bereiken. Zo zijn we bij Royal Dutch, maar zo zijn we ook bijvoorbeeld in de feestfabriek. Collega's Jente en Dylan zijn daar langs geweest en die hebben de eigenaar van de feestfabriek eventjes op de microfoon gehad. Bij de feestfabriek staan we nu. Hoe is het hier? Capybara. Zo van een levensgrote, ja, je moet hem maar een keer opzoeken. Je mag zo'n kavia. Ja, precies, je moet hem maar een keer opzoeken. Ik kan niks anders bedenken. Dus. Ja, het is gewoon een grote kavia. Ja, nou, dat weten we ook weer. This time I know, I know, I know, there's no highlight you. In Dior and Let You. Oh ja, kijk, dit gebeurt er als jij mij afleidt, Rory. Ja, sorry. Ik vroeg alleen maar of je koffie wilde. Ja, nee, lekker. Die heb ik al. Oh, die heb je al. Ja. Dus, lekker. Ja, sponsor de koffie hier, hè? Ja. Oh ja, oh ja. Ja. Nou, je het zegt. Ja. Wie weet hoor je binnen nu en 5 minuten het spotje voorbij komen. Dat weet ik niet hoor, maar dat zou kunnen. Who may know. Maar goed, eigenlijk is het na de spotjes veel interessanter. Ja, want dan hebben we Brooks in de uitzending. Lekker. Ja, straks naar de reclame en nieuws. Hey, Eindhoven en omgeving. Met het verkeer van de ANWB staan er de file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Kirrensheide en Roosteren sta je 8 kilometer vast. En dan doe je 31 minuten over. 2 rijstroken zijn dicht. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De A59, daar staan ze te flitsen. Knooppunt Zonzeel, Sertogenbosch bij 95,1. En diezelfde A59, of Sertogenbosch, bij Kruisstraat staan ze bij 142,4. Sven Engelen. Met straks nog meer Koningsdag dan Jagan op Klauw FM. Daar ben ik, William, trompeta. Glow FM. Celebrates the birthday of Willem Alexander. Hits. Stromae op de leukste hitzender van Eindhoven. Koningsdag 2022. En je hoorde Papa Outé. Vind ik toch zo mooi in het Frans. Papa Outé. Het klinkt zo lekker. Ja, hoe zeg je dat? Frans. Ja. Ja, zo. Zo lekker Frans, juist. Glow FM is king. Nou, er gebeuren rare dingen hier in Eindhoven met Koningsdag. Er wordt hier nogal veel gedronken en zo. Maar er staat hier dus ook gewoon recht tegenover de studio... staat op dit moment iemand letterlijk zijn vinger in zijn keel te leggen. Twee vingers. Ja. En, hij is verantwoordelijk voor de straatpizza's vanmiddag. Ik word... Oh, nou, daar gaan we weer. Nee. Ja, daar komen we er eindelijk uit. Ja, we net het hoogtepunt hebben op de radio. Dit vind ik echt zo fucking goor. Ja, dit kan beetje, ik echt niet aanzien. Om een beetje uit te leggen wat hij aan het doen is. Hij is dus in een container, is hij zijn vinger... Oh, nou, dan gaat hij helemaal los. Is hij zijn vinger in zijn keel aan het steken. Om dus een tactisch barfje te kunnen. Er lopen nu 2 mensen die kant op en die staan te kijken wat is daar aan de hand. Terwijl hij dus de klep op zijn hoofd rust en nog steeds aan het overgeven is in een container. Zou die kerel doorhebben dat wij naar hem aan het kijken zijn op dit moment? Ik denk het niet, maar we hebben ons... Ja, het is wel triest dit. Dit is ja echt heel triest. Hij staat er al een minuutje of 3-4. Hij is zich nu aan het omdraaien. Nou, en hij kijkt. Zo. Die kijkt echt alsof die 3 schepen in de vlaai zien zakken. Die even uitblazen. Even uitblazen. Ja. Ja. Hij moet even bijkomen, kun je duidelijk zien. Zo, dat is echt... de smaak uit zijn mond halen. Ja, vreselijk joh. God, oh, iemand is even naar hem een duimpje omhoog en hij zegt, joh, het gaat prima. Gaat goed. Oké. Oh, even kaarroepje. Ja, tuurlijk. Hopsa. Ja, nou, dan ga je er in ieder geval de rest van de avond weer tegenaan. Hè? Ja, dat is wel waar. Het is gewoon een tactisch bar. Wil er niemand wat aanraden of zo? Nee, maar ik heb wel echt het gevoel alsof hij wel behoorlijk verheen is. Want de stappen die hij zet, dat is echt... Ja, hij loopt weer rustig weg. Als dat de politie aan hem zou vragen, could you walk in a straight line? Ik denk dat hij dat niet zou kunnen. Nee, dat wordt wel vrij lastig. Ik denk dat deze man niet meer naar huis rijdt, tenminste. Nou, naar huis rijdt. Ik denk dat de huis lopen hem ook niet gaat lukken. Ik denk dat hij eerder gaat kruipen. Oh god, dit is toch wat? Terwijl jij trouwens, ik wil je niet onderbreken, maar er staat op dit moment gaat een meisje dus achter diezelfde stroomdingen waar je het over had, ja? Gaat ze nou een plasje doen. Oh. Dus ook nog. Oh. Ja, die staat nou met haar vriend achter dat ding. Wie heeft de telefoon klaar voor 112? Nou, ik vind het... Je hoort het wel, Koningsdag in Eindhoven. De mooiste dingen gebeuren tegenover de Glow FM studio. Precies.
En over dronken mensen gesproken. We zijn vandaag heel de dag in Eindhoven aanwezig. Op dit moment zijn er 120.000 feestgangers in de stad. De politie heeft dus ook de toegang tot het centrum afgesloten, omdat het veel te druk was. Maar dat betekent niet dat wij van Glow FM de boel verstek laten gaan. Sterker nog, wij gaan gewoon mensen interviewen. En specifiek dronken mensen. Dylan en Jente zijn vandaag langs geweest in een café om te kijken of dat de dronken mensen op straat te vinden zijn. Mag ik iets vragen? Wat wil je vragen nou, jongen? Hey, waarom heb jij je fluitjes op jouw wang? Wat heb ik op mijn wang? Fluitjes op je wang. Glow FM. Als hij door de redactie er niet uitgetrapt wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dus Kygo, Dancing Feet. Spin you around in the sand. De meesten willen waarschijnlijk nooit meer in mijn huis. Na het enorme feest dat vanavond nog los zal gaan in Eindhoven. Kongs and Never Going Home, die hoorde je bij Glow FM. Ja, en laten we eerlijk zijn, Rory. Het is op dit moment best druk in Eindhoven. Nou, ja, best wel. Er wordt opgeroepen om niet meer naar de stad te komen. Nee, inderdaad. Er zijn naar schatting zo'n 130.000 mensen in de stad nu. Dat is echt al meer dan op dit punt in 2019. De laatste keer dat we Koningsdag hadden. Dat is echt verschrikkelijk veel. Tenminste, Koningsdag in de stad. Ja. En nu heeft de gemeente dus gezegd, nou, het is gezellig allemaal, maar het is vol. Dus liever niet meer naar Eindhoven komen. En als je er wel bent, dan ben je welkom, zeg maar. Dan hoef je er niet uit. Ja. Maar het is niet aan te raden om nu dan nog richting de stad te komen, want het is vol. Het is echt verschrikkelijk vol op dit moment. En misschien dat het vanavond nog gaat veranderen. Hè. Dat zou natuurlijk kunnen als het iets minder druk wordt, dat dan de poorten weer een beetje open gaan. Ik vraag me af in hoeverre het nog rustiger zal gaan worden. Ik denk juist dat het juist drukker gaat worden vanavond. Ja. Omdat vanavond zijn toch wel een beetje de grote ex-Eindhoven, ja. Hè? Bijvoorbeeld op Royal Dutch. Ja. Daar zijn ook aardig wat artiesten aan de gang. Ja, maar van de andere kant heb je natuurlijk ook wel de mensen met kinderen gaan zometeen allemaal weg natuurlijk. Ja, dat is en je ook hebt wel, de mensen die van plan waren om de hele avond te blijven, maar die nu al ergens in de struiken liggen. Ja. Ik kan me voorstellen dat die ook niet al te lang meer blijven. Dus ik denk dat er her en der toch wel weer een plek vrij gaat komen. Ik wil trouwens nog één dingetje benaderen. Daarnet zei Ken dat er iemand weer achter de elektriciteitskast ging zitten. Ja. Daar gebeurde iets meer dan we hadden verwacht. Ja. Laat ik zeggen, de prettrompet werd gespeeld. Hoe noem jij dat nou zo mooi? De pretworst. De pretworst. Zo noemde ik dat inderdaad. Oh, vreselijk. Ja, die is niet van de HEMA, zeg maar. Hè? Nee, de andere, precies. Hè? Ja. Oh. Hij is wel ook krom met een beetje pech. Ja. God. Ja. Glow FM is de hele dag aanwezig in Eindhoven. En zo ook op Royal Dutch. Daar waren onze collega's Marzo van der Steen en Colin Bijk. Die hebben... zo. Ik begin gelijk weer te kuchen. Ja. Oh, dat is vreselijk. Ja, ik ben nog herstellende van een eerdere coronabesmetting. No worries. Ik heb negatief getest. Maar Colin Bijk en Marcel van der Steen, dank u wel. Die zijn vandaag bij Royal Dutch aanwezig backstage om de hele dag artiesten te interviewen. Zo ook Brooks. Brooks, net van de stage bij Royal. Je hoorde hem daarnet al in het interview met Colin Bijk. Brooks. En Without You, die hoorde je op Glow FM. De zon schijnt flink vandaag, maar er zijn ook stapelwolken met koningin Maxima rond 17 graden. Morgen is het de warmste dag van de week met 19 graden. Jongens, het is niet meer normaal. Lekker, hè? Heerlijk. Gewoon ik ga morgen lekker in mijn zonnebril, en in mijn zwembroek door Eindhoven lopen. Ik ga gewoon naar school. En dan het verkeer van de ANWB. Er staan geen files meer, wel nog twee flitsers. De A59 knooppunt Zonzeel, 's-Hertogenbosch, daar staan ze bij 94,6. En de A59, Os, 's-Hertogenbosch, bij 142,4. Glow FM, hit. 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 Glow FM. Till it hurts. Sven Engelen. Met straks iemand die een small business heeft opgebouwd. Daarom D en Love Myself op Glow. Stil!
stilte. Tijdens de show zit hij nog van alles voor te bereiden. Ja joh, dit is echt... Ik ben multitasker. Weet je dat? Een soort artiest. Ja, zo zou je er een soort van kunnen zien. Maar ook weer niet. Glow FM. Glow FM is king. Ja, met vandaag heel de dag Koningsdag op Glow FM 2022. Oh, we hebben de 2 jaar niet kunnen doen. Hoe zaten jullie erin eigenlijk de afgelopen 2 jaar met corona Koningsdag? Wat hebben jullie gedaan überhaupt? Nou, zeker het eerste jaar was gek. Ja, dat was heel gek, hè? Ja. Dat je gewoon niks kon doen. Geen evenementen. Het was stil op de straten. Ja, we hebben toen bij Glow FM hebben een aantal DJ's gebeld. En die hebben allemaal mixen verzorgd voor die dag. Dus dat je toch nog wat te dansen had, zeg maar. Ja. Dus daar zat bijvoorbeeld ook Brooks, die je net gehoord hebt, zat daartussen. Maar ook van alles zat daartussen, in ieder geval. En toen hebben we dus toch nog wel vanuit huis een beetje radio gemaakt. Dat was dan wel gek, zeg maar. Want normaal gesproken ben je toch het feestje aan het vieren. En dan zit je hier, maar dat was toch, gek. Dat is eigenlijk van de tijd voordat ik hier bij Glow FM zat. Dat heb jij niet meegemaakt. Dat heb ik niet meegemaakt. Ja, dat is, vroeger, toen de hamburger nog 5 cent kostte. Toen de politie nog op varkens reed. Toen Jezus nog een krantenwijk had. Ja, precies. Nee, ja, het is inderdaad het is een soort van opluchting voor mensen. Nou, dat merken we wel, want de stad is inmiddels afgesloten. 130.000 feestgangers zijn er op dit moment in de stad Eindhoven. Het is één groot gekkenhuis. Nou, denk ik dat straks wel de stad een beetje leeg gaat lopen. Hè? Mensen met kinderen die gaan zo dadelijk weg. Maar er komen straks ook weer andere mensen voor terug. En dat zijn feestgangers. Ja, en dat zou jij kunnen zijn als je nu zit te luisteren. Ja. Dan kan jij misschien wel een feestje vieren hier vanavond in Eindhoven. We hebben verschillende festivals hier in Eindhoven. Bijvoorbeeld de Royal Dutch. Dat is toch wel het meest bekende, hè, hier op het Stadhuisplein hier in Eindhoven. Daar zijn wij ook heel de dag aanwezig. Dus als jij iemand ziet met een klein kastje en een microfoontje met een Glow FM plopkap. Spreek diegene dan zeker. Dan wordt hier ondertussen de duim opgestoken. Terwijl er wordt gezeken achter die prullenbak. Ik vind dit zo ongemakkelijk. Ik zit in één keer in mijn ooghoek zo. Dus echt... Kijk, er zijn een hoop mensen die betalen een hoop geld om naar de dierentuin te gaan. Heb je ooit in iemands oog gekeken terwijl dit pis is? Want dit is maar de eerste keer. Ja, dit is echt zo'n momentje, joh. Oh, joh. Oh, dit gaat... Dit blijft op mijn netvlies gebrand staan. Ik zweer het. Je nachtmerries van straks. Ja. Bed wakker worden. Ja, dat kan ook. Trap op de kabel van mijn telefoon. Telefoon. Oké, juist. We hebben iemand in Eindhoven gezien op de rommelmarkt vanmiddag. Die heeft een small business gestart. Een kleine onderneming. En die horen we. Ik ben helemaal van mijn apropos af door die vent, jongen. Dit is echt top content. Die hoor je nu. We hebben allebei een... Tiny Tampa, written in the stars. Hier op Glow FM. En inmiddels in de studio aanbeland. Dylan Verstappen. Hey, Sven. Hallo. Hey. Goeie avond. Dilly Vanilli in de house. Kut Jente. Op Moet je nagaan. Jij mag zondagmiddag pas. En tot die tijd moet je je mond houden. Moet je nagaan. Ze is nu al menig en er zit nog niet eens een druppel alcohol in. Dan moet je... ik kan jou vertellen dat niet waar is. Oh? Dat mag niemand weten. Ho eens. Dat mag niemand weten. Er zitten mensen thuis mee te luisteren. Die microfoon hier is nou voor jou. Want daar wil ik het weten ook. Ja. Is ja, het man. Man, coke, heroïne, crack, van alles. Hè. Knal er maar in. Ja, maat. Helemaal net. Bij Jette kun je er alles in spuiten. Bij mij kan je er alles in spuiten. En dan komt Samson uit, hè? Anyway. Dit is echt... Het wordt maar ja, ordinair. Geen alcohol, geen druppel. Druppel! Geen druppel alcohol. Helemaal sober. Nou, ik ga naar de Party Squad. Was leuk, jongens. Oh ja, Jente gaat een interviewtje doen met de Party Squad. Oh, nog heel even. Want het is Dylan en Sven. Nee, sorry, wat wilde je zeggen? Heb jij nog metieltjes meegemaakt hier in Eindhoven net? Ja, wanneer niet? Ik was flink bezig. Oh, wij moeten gaan. Sorry, maar. Jij was flink bezig. Ja, Dylan was lekker bezig. Ik weet weer genoeg. Laat ja. maar naar zijn wang. Wat is er met je wang gebeurd? Ja, Jente heeft... er waren random gasten. Die hebben hun wang op mijn wang geplakt.
dat ik ook vlaggetjes kreeg op mijn wang. Oh, dus jij hebt ook last van een metoo'tje? Ja, helemaal... Ja, ik snap dat je vies voelt. Zo is het. Zo dadelijk tussen 7 en 9. Ja, dat hebben ze mij verteld. Maar dat weet ik ook niet. Dat is ook maar de vraag of dat nog wel daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik zou vooral blijven hangen voor wie daarna zit. Maar dat gaat er niet. Nee, precies. 7 tot 9. Dylan Verstappen, yes, hier op Glow FM. Home here, home hard. En wat heb jij zo in de uitzending? Interview met de Party Squad. Daar gaat Jente nu voor op pad. Oh ja, ja, ja. We gaan nog even langs in de stad bij allemaal van leuke dingetjes. Even kijken hoe de sfeer erbij hangt. En hoe de alcoholpercentages erbij hangen, denk ik zo. Ja, en verder hits. Til. It. Hurts. Everjack. En 10 feet tall. Wat kut. Ja, op Glow. Nee, die plaat niet, hè. Die is goed. Nee, die is echt steengoed. I'm clumsy.